De oorzaak van dat radio en televisie letterlijk dag en nacht in de lucht zijn. Zo'n 200 uur radio en ongeveer 180 uur televisie zullen in 2 weken aan de Spelen worden besteed. 2 jaar geleden begonnen de voorbereidingen al van deze werkelijk gigantische klus. In Zuid-Korea zijn zo'n 35 mensen bezig met het verslaan van de Spelen. En in Hilversum een kleine 100 met het opvangen en uitzend klaarmaken van de beelden. En dat gebeurt allemaal in het omroepcentrum in Hilversum, waar radio en televisie gezamenlijk een studio bemannen. Sport is de hoofdschotel, maar op radio worden ook actualiteiten uitgezonden, verzorgd door de gezamenlijke omroepen. Kijkt u naar een impressie die vanmorgen werd gemaakt. Het is nu 5 uur. In Radio Olympia is hier de Radio Nieuwsdienst verzorgd door de ANP. Goedemorgen liefhebbers, het is 5 uur geweest in Nederland en traditioneel kijken dan alleen de echte liefhebbers naar de televisie. 20 september 1988, Prinsjesdag, en we beginnen vandaag met 2 opmerkelijke kosteieren. Hey Joop, ja. Ik wil jullie laten hoe het erop staat. Hilversum voor Seoul. Ja, goedemorgen Henny, dit is Evert. Ik heb de dienst nu aan de Joop. Online, man. Het is om 5 uur begonnen aan zijn finale. Ik ben niet in. Tom. Arie. Ja. Nou, het is voor het eerst dat de actualiteitenrubriek en de nieuwsvoorziening op Radio 1 volledig gemaakt wordt door alle omroepen samen. Normaal heeft iedereen zijn eigen hokje. Heb je Tros Actua hier en nu, Afro's Radio Journaal. Nu hebben al deze redacties leden van hun redactie uitgeleend aan Radio Olympia. En die werken onder een eindredacteur van de VARA en van de AVRO werken die samen. En zorgen dat de nieuwsvoorziening op Radio 1 verzorgd wordt. Wel anderen toch hun zorg hebben, kan dat toch wel. Bedankt Hans, zo direct om 7 uur de Radio Nieuwsdienst met afval. Goedemorgen in de Radio Olympia, nu de Radio Nieuwsdienst verzorgd door het ANP. Anders is het natuurlijk dat we nu samenwerken met de omroepen samen. Maken we 1 nieuwsbulletin dat geïntegreerd is. Je houdt rekening met elkaar. Normaal gesproken staat de Radio Nieuwsdienst toch een beetje geïsoleerd binnen de omroep. Het is een krantenpersbureau, het ANP. Nu maak je andere uitzendingen. Je maakt gebruik van nieuwsquotes. Dat doen we anders ook nog. We spreken dus mensen voeren we sprekend op, zoals dat heet. En dat geeft ons de mogelijkheid om, om een wat snellere aanpak te verzorgen voor het nieuws. Oké, dat is erg vrolijk. Het is 8 uur, goedemorgen. Zo dadelijk in een 30 minuten de belangrijkste momenten uit Seoul van de afgelopen nacht. Maar eerst kort nieuws uit de rest van de wereld. Nieuws van het NOS Journaal. De situatie in Burma is volgens de nieuwe militaire machthebbers weer rustig. Het leger zou de opstand in meer dan 100 steden vannacht onder controle hebben gekregen. Het is voor de twee meisjes wist in de series een finale plaats af te dwingen. Wissel. En dan de Olympische berichtgeving in de ochtendbladen van vandaag. We gaan het weer afwisselen. Gaan we over Nelly Kova, die er alle vertrouwen in heeft als we delen aan. Hoe laat ben jij begonnen vandaag? Ik begin om 4 uur 's morgens, dus in de nacht. En dan zit ik tot 8 uur. Wanneer slaap je dan? Ik heb het een beetje omgedraaid. Ik heb alles 6 uur vervoegd. Ik slaap s'avonds. Ik ga s'avonds om 6 uur naar bed. En sta om 1 uur 's nachts op. Dit is een hele omkering, maar dus voor mij is het nu
geen idee, tel er maar 6 uur bij. Een uur of 2 in de middag of zo. Eigen klok hebben met je eigen tijd. Ja, je leeft met je eigen klok. Het is wel zo dat geestelijk kun je het bijhouden, maar je lichaam reageert toch anders, hoor. Want dan blijft het gewoon 7:30 voor een uur. Ik kan het geestelijk nog wel bijbenen. Ik doe mijn best. Ja, veel plezier nog. Ja. Ik moet weer naar boven. Ja, duur voorzichtig. Joep. Oké. Okay. Ga. Tot zover wat mij betreft Radio Olympia. Ik geef het over graag aan Annette van Tricht. Ja, dat ben ik dus niet, hè. Tot slot van onze uitzending een overzicht van de informatieve programma's die de Tros het komende winterseizoen op het scherm brengt. Het motto is de Tros verrassend informatief. De Tros staat niet alleen al 4 jaar aan de top met amusementsprogramma's, maar ook met de informatieve programma's. Programma's die baanbrekend, spraakmakend, maar bovenal verrassend en betrouwbaar zijn. Dierenmanieren, Tros Actua, Simons Koop en Hallo met de Tros zijn programma's om voor thuis te blijven. Maandelijks ziet u bij de Tros Dierenmanieren. Martin Gaus blijft zich bezighouden met de verhouding tussen...